Ja, bij mij komt de pijn minder hard aan. Ik ben 46, dus ja, dat is ver van 27 af. Ook ik mag niet in een team gaan sporten. Maar ja, het gat is zo groot met 27 dat het bij mij minder hard aankomt. Maar bij Kees Tadema van FC Krachenburg, ja, komt het hard aan. Want jij bent vorige week 27 geworden. Ja, 2 februari. Dat is erg zuur dan voor jou. Ja, het was erg zuur. Helemaal toen we het bericht kregen dat je zeg maar erboven zeg maar afviel zeg maar en eronder gewoon ja. Kon voetballen. Dan ja, die partijspellen missen we natuurlijk wel. En als je dan net buiten de boot valt, dan is extra zuur. Ja. Ja, wat was jouw reactie als eerste toen je het hoorde? Nou, ik dacht, waarom die grens zeg maar? Wat is nou 27? Ik ben 1 maand 27, moet ik dan, val ik er dan echt net buiten? Kijk, als je nou, ja, 46 hè, met alle respect, maar, hè, maar snap je, dat is verder boven. En ja. 27 val ik echt net 1 maand erbuiten. Van, ja, waarom? Waarom? Ja. Heb je het antwoord ondertussen gekregen? Nee, eigenlijk niet. Kijk, je hoort wel meer dingen op tv en op de radio, je leest het nieuws, dan soms moet je er gewoon maar bij neerleggen. En het is wat het is. En we hopen dat het zo snel mogelijk dat voorbij is, dat gewoon weer het hele team lekker kan trainen, zeg maar. Ja. Heb je tegen de trainer bijvoorbeeld gezegd van, joh, ik ben net 27, maar mag ik toch niet even lekker meedoen? We hebben het wel over gehad. We hebben het, nou, kijk, ik ben niet de enige dan die zeg maar uit de boos valt. En we hebben het wel over gehad van, kunnen we niet gewoon met z'n allen even, hè, ja, weet je, meer dan de helft is onder de 27, die kunnen lekker voetballen. En dan vallen er een stuk of 7, 5, 6, 7, vallen er dan buiten de boot. Kunnen we niet gewoon meedoen? Nou ja, had het voorgelegd bij het bestuur. Maar die gaven aan, nee, we moeten gewoon de regels opvolgen. En dan zien waar we wanneer we mogen trainen, zeg maar, weer met de hele groep. Ja. Wat ga jij dan doen tijdens de training? Ga je staan kijken of ga je andere dingen doen tijdens die training? Wat ga je doen? Nou, we hebben deze week trainen we nog in tweetallen, wat we zeg maar de afgelopen periode ook gedaan hebben. En vervolgens ja, gaat de groep gaat gewoon weer trainen, zeg maar. En wij worden dan ingezet. Sta jij ernaast? Ja, te huilen, zeg maar. Wij staan niet ernaast, nee. Nee, Arnold gaf aan dat wij bijvoorbeeld in positie spelen, dan zijn wij vaste kaatsers. Of als we spelletjes gaan doen, dan zijn wij vliegende keep. Of we gaan in een vak erbuiten, dat ze, als ze ons inspelen, dat we dan een voorzet kunnen geven in partijvormen. Dus we doen wel wat dynamische werk, zeg maar. Maar duels zitten dus voor ons helaas niet in. Maar Arnold probeert er creatief mee om te gaan en dan gaan we het zien. Maar het zal wel raar aanvoelen, denk ik. Ja, zeker. Kijk, je ziet de jongens gewoon. In de hele periode ben je niet in duel geweest, zeg maar. Gewoon in tweetallen, verschillende vormpjes gedaan. Hartstikke leuk. Alleen, ja, voetbal is toch contactsport, hè. Het is lekker duelleren om de bal. En als je de jongens dan in het veld dat ziet doen tijdens trainen. En zelf sta je eigenlijk een beetje zo van, oké, ik krijg de bal en dan ga ik hem voorgeven of zoiets. Ja. Dan, ja, dat is toch een beetje. Ja, het is, ik heb het nog niet meegemaakt nu, maar het is, ik neem aan dat het lastig is. Ja, wanneer denk je dat het weer kan? Verwacht jij versoepelingen? Ja, dat zul je ook niet weten, maar wat denk je? Wat voel je? Wat gaat er gebeuren? Kan er van de zomer dat jij misschien ook weer mee kan doen? Wat denk je? Nou, ik hoop het. Ja. Ik weet het echt niet. Kijk, het liefst zouden we natuurlijk nu al willen, maar ik hoop dat we zeg maar, want de competitie is ook afgelast, dat we na de zomervakantie, dat we dan gewoon ook weer gewoon de voorbereiding kunnen draaien met z'n allen. En dan weer starten in de beker en de competitie, et cetera. Ja. Ja, dat hoop ik wel, want dit ligt al wel heel lang stil. Mm-hmm. En dat is niet leuk als voetballer. Nee. Nou, nu nog even chagrijnig dus, Kees Tadema, ja. Dankjewel. Veel sterkte deze komende tijd, dankjewel. Dat je teamgenoten wel ziet voetballen en dat jij nog niet mag. Ja, het is niet anders. Kees Tadema mag dus ook niet in actie komen, net als ik niet. Maar ja, ik ben 46 en voor hem voelt het echt wel iets zuurder aan. Want vandaag mag het weer in teamverband, maar boven de 27 dus niet.